Automobilista die is net 20 minuten geleden uitgekomen. Die zou ik eigenlijk in de avond gaan streamen, maar het was enorme hype, anticipatie. Nou, nu is hij uit. Dus deze microfoon heb ik vandaag een video online over gezet. Het is de mod mic USB. Deze wordt met de USB wordt die aangestuurd. Dus het is niet deze microfoon. Hier praat ik helemaal niet doorheen vandaag. Ik praat nu gewoon puur door deze microfoon. Nu gaan we de game in. We gaan hem testen. En vergeet niet dat deze launch een early access launch is. Dus dit is een soft launch. Formule Racing. Oh ja, die hebben we allemaal weer. Oh joh, je hebt gewoon elke Formule 1 auto die je maar zou willen. En Formule 3. I like that Formule 3. Wat is dit? You know. Oh, de trucks heb je ook weer. En nu al, hè. Caterhams. Oh ja, al verschillende Caterhams. En we hebben Chevrolet at the moment. Oeh, nou dat is best nice al hoor. Nu al. So early. Ik ga even in een Formule 3 autootje rijden. Want ik ben een noob. Alright. Nou, in the first place ziet het meteen super scherp uit. En ik raak de 190 FPS. Natuurlijk wel met één auto. Oh, vet. Vind ik vet. Veel te veel op mijn gas. Ik merk alleen dat mijn stuur niet helemaal goed ingesteld staat. Maar ik ga wel gewoon een rondje rijden. Want het is gewoon mijn allereerste testjes. Nou, ten eerste, de graphics zien er echt super chill uit. Het is net Automobilista. Want het is gewoon dezelfde baan als in Automobilista. Maar het is gewoon 10 keer scherper. Anti-aliasing heeft dit ook eindelijk. Dat vind ik heel fijn om naar te kijken. Heel clean. Zo, hele. Zijn die allemaal voor mij? Echt ultra clean. Alright, ik doe nog even één rondje. Dan ga ik een andere klasse uitproberen. Ik ben wel benieuwd naar andere. Maar ja, sorry. Ik ben gewoon te lekker aan het rijden nu. Ik ben even goed het gevoel. Oh. Ik ging even vol het gaspedaal hier. Right. Welke auto zou ik nu even mee gaan rijden? Wat gaan we even uitproberen? Ik hoor veel goede dingen over die Caterhams. De 620R. Dat zijn allemaal 620R's? Nee, de Academy, de Superlight en de Supersport. Deze die heeft de meeste power, I guess. Ja, die heeft de meeste power. Ja, die Caterhams, die moeten best wel cool zijn. Alleen moeilijk soms te handelen. Dus ik ben benieuwd hoe speels ze zijn. Of ze speels zijn. En ik ga wel even kijken. Automatic by weather. Oké, dankjewel, dankjewel. Want we gaan verder niks aanpassen nog. Maar we gaan wel... Oh god, dit wordt wat. Waarschijnlijk staat mijn stuur nog steeds verkeerd. Alhoewel het uiteindelijk best wel goed voelde. En ik keek ook even de angle. Maar voor een Caterham. Ik hoop dat hij dat automatisch op dit moment aanpast. Maar maak me even allemaal op dit moment niet aan. Warning for unsafe crossing of pit exit. Oh god. Oh, dit wordt een hel voor mij. Je weet dat ik het best wel kan met formule auto's. Oh, maar deze heeft veel te veel power. Ik had met die Academy moeten beginnen. Oh nee. Hier durf ik gewoon niet op het gas heel snel. Er komt veel te veel power vrij. Ben ik ook nog lekker aan het schaatsen op de baan. Wow, die geluiden, though. Grip! Oh shit, dit is dashen, though. Dat wordt een S-bocht hier, hè. Holy damn, gek. Dit is cool! Wij gaan Monaco eens bekijken. Die hebben ze mogen hebben van Azure. Of van Project Cars. Het heet Azure.
Dat geluid, though, die echo. Wow. Dat is cool. Oh, veel te hoge gear. Ik denk niet dat dit heel slim is geweest dat ik meteen deze baan heb gekozen in deze auto. Ik doe mee. Awesome. Ja, ik hoop dat zo'n lobby goed werkt. Wow. Wow. Wel allemaal één streep. Regendo? Oh nee. Ze gaan meteen regen testen, die mensen die online gaan. Yo, ik join in gewoon. Ik durf niet boven de 80 te rijden. Dat mag ook niet, maar deze hebben geen pitlimiter. Ah, dat is ook wel nice. Oh, dat is water. Ziet hij nou water en ik niet? Omdat hij natte banden heeft en ik zit hier gewoon... Ik denk dat we een glitch zijn tegengekomen. Het regent bij hem. Want er stond dat het regenen zou, maar bij mij regent het echt niet, hoor. En met een ping van 219... heb je wel een beetje die Project Cars haper, zo te zien. Maar oh, wat rijdt dit goed. Dit rijdt echt heel chill. Oh shit. Oh shit. Ja. Ik hou hiervan. Ik hou hier echt heel erg van. Dit is wat mijn hart snel laat kloppen qua... Lekker die banden hier. Oh, gewoon net even op de power dat dat ding wegglijdt en je... Oh. Doe ik het nou weer? Kijk hoe vet! Oeh! Excuses! Ik vind dit wel echt heel cool om te zien. Ik merk alleen dat inderdaad wanneer iemand stuurt dat het niet helemaal gelijk loopt. Dat had Project Cars 2 ook. Dat is wel een beetje jammer. Kijken of ze daar nog wat veranderingen in kunnen doen natuurlijk. Yo, zie die lijnen. Yo, gek. Zie die lijnen. Waar het droog wordt en waar het nat is. Vind ik wel mooi. Dat zag er wel fancy uit. Yo, what the? Ik zat ook in mijn hotlap. Mag ik toch wel gewoon op de racelijn blijven? Maar deze, daar moet je best wel veel in de eerste keer voor mij van. Mag ik er langs, mag ik er langs, mag ik er langs, mag ik er langs? Oh god, ik ben aan het vechten met iemand hier. Hè. Nee! Wat doe je? You bitch! Amateur! Verdomme jongen. Ik gaf hem genoeg ruimte de hele tijd.
3? Oh god, ik krijg een 3 plaatsen penalty. Ja, volgens mij stuurde hij ook die kaart op mij in. Dat kan niet anders, want... Oké, ik ben niet de slechtste driver. Qualifying session is over. Ik schrok me dood. Alright. En 21-7, daar staan wij. 8e. Oh. Hoeveel races of hoeveel rondes? Waar kunnen we dat zien? Het is allemaal nieuw. Lobby, race. Ik heb geen idee hoeveel rondes. Er staan nog 5 laps. Of voor 5 laps aan fuel. Maar ik weet niet. Fuel 20 laps. Huh? 20 liter. Sorry. Ik weet niet hoeveel rondes. Waar kan je dat zien? Zien jullie ergens hoeveel rondes? Oh god. Zelfs heb ik te weinig fuel. Nee! Nee, ik mis de race. Na alles mis ik de race omdat ik op de verkeerde knop druk. Kan ik nog? Racing, oh my god. Blijkbaar als je op deze muisknop drukt, dan ga je instantly eruit zonder melding. Dat zei iemand ook al in de chat. Dat zei iemand ook al in die chat. Dat gebeurt. Ik wou echt even online racing testen, to be honest. Een kleine testsessie. Oh ja. Laten we dat snel doen dan. Kijken of je mij kan joinen. Gewoon even snel. 10 rondes. Oh kijk, hij staat meteen hierop. Zou ik die sessies ook kunnen doorspoelen, denk je? Zo ja, zou awesome zijn. Weet je wat? Probeer me maar te joinen. Host settings. Lobby name. Spooky sessie 11. Yo, dit ziet er fucking cool uit. Het hoeft niet per se een wachtwoord op. Dit mag van mij allemaal. Maximum grid size. 30. Jezus, je kan maximaal 30 man in je server hebben. Rules en penalties staan off op dit moment. Ja, je kan joinen. Mensen, niemand kon mij joinen in Automobilista 1. En nu standaard kunnen mensen mij joinen. Oh my god, Automobilista 2 is nu al beter dan Automobilista 1. Want niemand kon mij altijd joinen in Automobilista 1. Dat kon gewoon niet. Dat wordt weer streaming show. Ja jongen, deze game is amazing. Snow. Hey, Snow. Huh, Snow. Wow, dat is wel cool. Het is alweer racing tijd. Oh god, het zijn 20 rondes, hè. Wel even je fuel aanpassen na 20 rondes, showstopper. Ik doe wel 22 rondes. Alright. Hij doet hetzelfde als mij. Oh nee. Hij doet hetzelfde als mij. We moeten opnieuw. Dat is dus early access. Je ziet zelfs die auto zo heen en weer bewegen. Wat echt typisch automobilisten is. Ja, die zon hebben we wel heel erg op dit moment. Heel erg laag. Kun je nagaan in VR met die zon. Showstopper doet hetzelfde. Yo, zie je die viezigheid op mijn auto? Omdat ik achter showstopper rijd, is mijn auto vies geworden. Het zijn die kleine dingetjes, maar ze helpen wel. Ze helpen wel. Oh nee! Dit is een Pierre Gasly dingetje. Nee, leuk om even te testen, showstopper. En wow, wat ziet dat er cool uit onder die lichten. Wauw. Zal ik hem nog in VR proberen? Ik ben benieuwd hoe jullie het zien. Ik zal het daarna pas gaan doorhebben, I guess. Of ga ik een sneak peek doen. Maar ja,
Ik zie het dus alsof ik recht ben met de diepte. Als je VR hebt geprobeerd, dan weet je hoe het is. Als je VR niet hebt geprobeerd, nou, waar je maar naartoe kan kijken op dit moment, kijk daar naartoe. Oh, jullie zien het ook al hoe ik het zie. Oké. Okay. In real life, kijk ergens naar Socia VR. Alles heeft diepte, alles is VR. 15 in rondes? Nee, we hebben 10 rondes. Oké, well, let's go. Oh, god. Oh, fuck. Mag de hut wat minder? Dank je. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fucking hell. Ik ben een Formule 1 coureur. Wow. Ik kan de Apex in kijken. Oh. Oh my goodness. Werkt wel goed. Heb alleen een beetje last van wat frame timing problemen. Dat zien jullie misschien ook wel. Maar het ziet er wel echt goed uit. Ja. I'm done met virtual reality. Ik ga niet in die auto half dood gaan. I'm done.